Hier, in de bossen bij de Lage Vuursche, bij het verpleeghuis Sint Elisabeth, hebben onderduikers in 1943 een schuilhut gebouwd, het Duikje. Eén van hen, bisschop Munninghoff, heeft in die tijd een dagboek bijgehouden. Daarvan vertelt hij. Ja, inderdaad, ja. Dat is een tijdje geleden. Het was in het midden van 1943. In 1943, in juni ongeveer. Ik denk een maand van tevoren kreeg ik een bericht van de sigaretpinsij uit Utrecht. Of ik op het kantoor wilde komen. Ik ben daar geweest en toen vertelden ze, ja, binnenkort gaat u naar Duitsland. Moet u naar Duitsland gaan om dat te gaan werken. En ik deel u nu even mee wat u dan zo mee moet nemen en zo. En dan kunt u over 2 weken komt u terug. En dan stapt u meteen, zullen we u op de trein stappen, gaat u meteen naar Duitsland. Ik heb tegen die heren gezegd, bedankt voor de inlichtingen. En dat zat over 2 weken. En ik dacht, maar je ziet me nooit meer terug. Ik heb dus met enkele kameraden, ik woonde toen in Bilthoven, gezegd, wat gaan we doen? We gaan onderduiken, maar dat is uiteindelijk geen probleem. We gaan onderduiken, we gaan niet naar Duitsland. Maar hoe? Er werd veel ondergedoken. Op zolders, met dubbele schotjes en zo. Of in de kelders van de huizen, allemaal. Maar we zeiden, ja, dan zijn we eigenlijk nog gevangen. Hè, dan kunnen we geen kant uit en zo. Nee, uiteindelijk werd er besloten, we gaan zelf ergens in een bos. Dan gaan we wel een verblijf bouwen. Hè, en daar gaan we blijven totdat de oorlog afgelopen is. Waar heeft u uiteindelijk een plek gevonden om die hut te bouwen? Uiteindelijk, we dachten eerst aanvankelijk in de bossen van het sanatorium Bergenbos in Bilthoven. Even buiten Bilthoven. Maar toen we een dag of 4, 5 daar mee bezig waren, toen kwam er al een boer langs die zei, jongens, we begrijpen best wat jullie willen, maar je moet wel weten dat de hele omgeving praat er al, dat er hier onderduikers komen. We schrokken ons dood. En toen hebben anderen ons weer geholpen en toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen in Lage Vuursche. In de bos, aangrenzend aan het grote sanatorium van Onze Lieve Vrouw ter Eem. Een bos wat nog helemaal niet opgekropt was, omdat het steeds nog van, en dus ondoordringbaar. We zeiden, dat moeten we juist hebben. Hè, en we maken heel smalle paadjes. En als we door dat paadje waren, dan zetten we achter ons weer een ander boompje, zodat iedereen die zo veel wil zoeken, hè, die liep er wel voorbij. En daar zijn we dus ingetrokken daar. Hoe stonden de mensen uit Onze Lieve Vrouw ter Eem daar tegenover? Het heet tegenwoordig Sint Elisabeth. Aanvankelijk wisten ze helemaal niks dat wij daar aan het komen waren of zo. Maar ze hebben later wel gemerkt dat ze buren gekregen hadden. Wij wilden niet bij de zusters in het gevaar brengen dat zij onderduikers hielpen, dus wij kwamen daar nooit. Aanvankelijk was er helemaal geen contact, maar later hebben ze wel, toen hebben ze gemerkt en toen zeiden ze, ach, die arme jongens, goed, we waren 21 jaar, arme jongens, die een kopje koffie, dat zat er zo goed, dus die gingen ze wel koffie brengen en zo. Maanden later is er ook het middageten hebben ze klaargemaakt en dat werd dan ook weer over de afzetting heen gezet. Maar wij kwamen expres nooit in de keuken. Een wijs besluit, want 2 bossen verderop, dat is een beetje raar praten in Nederland natuurlijk, maar 2 bossen verderop zaten 3 onderduikers, militairen van Boskoop. En die hadden zelf een hutje gebouwd, maar die hadden veel minder voorzieningen dan wij. En die, dus ze begrijpen dat die dus, die gingen nooit dikwijls met de zusters even een kopje koffie in de keuken drinken. Een van die meisjes die kreeg toen ontslag, staande voet ontslag van moeder Overste. Die zei, jij lelijk kreng, ik weet niet, moeder heeft misschien geen kreng gezegd. Moeder Overste zal wel andere woorden hebben gebruikt, monsieur. Zal wel anders gezegd hebben. Lelijke meisje dan, als ik kreng, die kreng niet zeggen. Die dacht, moeder, ik krijg je wel. Ik heb verkeering met een Duitse sergeant. En ik heb bemerkt dat hier een huis onderduiken zitten. Dus ik zal dat aan mijn sergeant eens zeggen. Dan kan hij een goede beurt maken. En daar is het op vastgelopen, want later is er dus een overval
gekomen, ja. In eind december. U bleef niet lang alleen met z'n drietjes in het duikje, er kwamen ook andere mensen bij. We hadden contact van het begin af aan, ook bij het, toen nog het zoeken waren, waar gaan we heen, met de politieagent van Lagevuurse. En die heeft ons toen daar aangeraden en die heeft ook contact met de zussen. Dus via de politieagent wisten de zusters wel, hè, dat wij er waren. Dat was agent Oskam? Dat was Oskam, ja. Was de enige politieagent van Lagevuurse. Die was ook bij de Nederlandse ondergronden. En die was voor ons waardevol, omdat die wist wat er dus op dat gebied speelde. Er zijn later, toen we begonnen met drie, maar later kwam er een jongste broer bij, die moest ook onderduiken. En er kwam nog iemand verder van uit Woerden verder. En er zijn ook in de loop van de tijd is er gevraagd, kwam het van de kant van de politie en de ondergrondse, die kwam me vragen, een jonge man die bij de eigenlijk ondergrondse was, en die opdracht gekregen had om een NSB'er te vermoorden, of dood te maken, omdat die NSB'er had, zei ze, al verschillende keren de Duitsers adressen gegeven van waar mensen ondergedoken waren. Zo. Wie was die man? Die man was Jan, heette die, maar verder weet ik zijn achternaam. Ik denk dat het Jan Karman was. Ja, dat was Jan Karman. Jan Karman heeft samen met Gerard van Vulpen daar inderdaad in Baren een NSB'er opgeruimd, ja. Om het maar eens verschrikkelijk te zeggen. Ja, ik heb toen het vorige verhaal gehoord dat hij met een bijl die NSB'ers hoofd ingeslagen heeft. En die heeft bij die Jan Karman zelf is het zo psychisch aangekomen, was hij helemaal overspannen en helemaal, hij was overal doodsbang voor en zo. En natuurlijk zat de politie hem toen, de Duitsers zaten hem geweldig achterna om te zoeken wie heeft dat gedaan en zo. Hè. En toen zeiden ze, hij kan nergens ondervallen, kunnen jullie die jongen maar opbergen, want het duikje, zoals wij de plaats van noemden, waar we die hut, dat is, zei ze, de veiligste schuilplaats in heel Nederland. Nou, dat is natuurlijk heel eerlijk, heel fijn, maar er moet niet te veel over gepraat worden, want dan gaat het met de veiligheid weg. Maar dan zei je, oké, dat is goed. Later, eenzelfde verhaal met een Joodse jongen, een jongen jaar 19, die was op verschillende plaatsen ondergedoken en iedere keer moest hij verhuizen. Hebben toen gezegd, nou, oké, laat hem maar komen. Toen zijn er, tegen de avond, laat, was er een, ik weet het niet, in september denk ik zo ongeveer, werd er geklopt en het was de politie en die zegt, ik kom een gast brengen. En dat was een Engelse piloot, want daags tevoren was er boven in Twente, in Drenthe geloof ik, een Engels vliegtuig neergestort. En die piloot, ja, die was bij de ondergrondse terechtgekomen, de plaatselijke ondergrondse. En die hadden weer opgebeld en zo. En die zeiden, oh, de veiligste schuilplaats van Nederland, voorop. En dus die kwam midden in de dag. Ik kwam er s'avonds aan. Maar daags nadat dus deze City kwam, de Engelse piloot, kwam er nog een boordschutter, een Canadees. En uit dezelfde vliegtuig, die wisten van elkaar niet, dat ze allebei ontsnapt waren. En die zijn ongeveer een goede maand bij ons geweest, toen ze bij ons vertrokken waren. Zeker nog 2 maanden voordat ze uiteindelijk in Madrid aankwamen. En daar schreven ze ook dat ze, dat was soms verschrikkelijk, die overgangen van de grenzen, dat ze daar heel lang moesten wachten, geduld, en alles zat weer tegen. Maar het heeft zo lang niet. Maar ze zijn daarna wel teruggekomen. En hoe hebben jullie je overtuigd van het feit dat zij toch veilig genoeg waren? Nou, wij dachten, het zal best in orde zijn, maar we willen wel een beetje zekerheid hebben. En toen werd er voorgesteld, weet je wat, hij kwam s'avonds aan en hij was bekraf, doodaf, ging naar bed beneden liggen. Toen zei ze, goed, we zullen een touw om zijn grote teen knopen. En dan trekken we dat plotseling aan en denk erom,
op de auto betrekken, goed opletten wat ze wel niet zeggen. Begint hij te vloeken, is het echt zuiver Engels? Of komt er misschien Duitse vloek uit of zo? En nou, dat was inderdaad zuiver Engels. Dus toen zei hij, nou, het is wel goed. Ja, er zijn nog wel een paar bijgekomen, maar we waren meestal met z'n zevenen. Ja. Met z'n zevenen. Alleen als er dus een razzia was, dan kwamen er wel meer mensen. Die kwamen er een dag schuimen of zo van Baren. Onder andere een zekere Hans, die werkte op de secretarie in de gemeente Baren, zei hij. Sympathiek, joh. En die kwam nog wel, als het er in Baren razzia was, dan kwam die wel bij ons. Verder waren er nog wel een paar anderen we hebben gehad. Een of twee anderen die ook, maar die kwamen maar voor een week of zo, voor een paar dagen. En dan zagen we ze niet meer. Het dagelijks leven in het duikje, hoe zag dat er ongeveer uit? Wij mochten eigenlijk nauwelijks op straat komen. Alleen bij hoge uitzondering dat we een keer eruit gingen. We bleven lang slapen, want wat moest je overdag doen? Niks. Hè? Televisie was het toen nog niet, maar een radio zo, dus berichten. En we hadden dus, we zaten veel te lezen, hè? We hadden schaken met elkaar. En we hadden klein, buiten het huis een klein sportplaatsje gemaakt, zo van 4 of 5 vierkante meter. We probeerden ons zoveel mogelijk fit te houden met gymnastische oefeningen en zo. Hoogspringen proberen we dan. We hadden ook een morgengebed, wat soms gebeden werd als er genoeg al uit de dekkers gekomen waren. Maar ja. Dus verder is de dag, die begon eigenlijk om 10:00, 11:00 of zo. En 's avonds, als het dus 4:00, 4:30 was het donker in die tijd van kerstmis en zo wel. Als het volle maan was, was het schitterend met de heidevelden. Oh, fantastisch, hè. En dan gingen we dus bij het huis uit, maar we bleven wel in de bosrijke omgeving en zo. Maar was het, de natuur was prachtig en zo. U zegt, wij hadden een radio, daar heb je elektriciteit voor nodig. Hoe zat dat? Van waar het hek staat, wat net afgezet was, daar stond een klein elektriciteitshuisje. En alle elektriciteitsverbindingen liepen daar samen. Dan zei je, ja, en als ze daar nou eens in konden komen. En er waren dus boven, voor het dak, zaten hele grote ruimtes opengelaten. En een van ons kon, we waren toch wel fit, die zei, ik ga naar binnen klimmen. Zullen eens kijken wat er is. En dat heeft hij gedaan. Dus, 's avonds, als het donker was, binnen klimmen. Inderdaad, het is heel elektriciteitsvoorziening en zo. En als we onze stop... Daar stopcontact zou je kunnen aanleggen. Ja, we moeten wel een kabel hebben natuurlijk van hoeveel was dat? 30 meter, 40 meter, 50 meter, ik weet niet hoeveel het was. Het was een flink end. Nou, die kabel, die hebben we inderdaad, die is ook terechtgekomen. En toen zeiden we ja, maar we kunnen de zussen niet vragen, want dan zijn ze medeplichtig als het later uitkomt. Dus we doen het maar zonder, het is verondersteld voor verlof. U bent ook in Baren geweest om bonkaarten te stelen of zoiets? Nou, dat was toen wel een van de dingen die een beetje voor de hand lagen of zo. Onderduikers kregen geen bonnen, maar ze moesten wel zien dat ze bonnen kwamen. Dus we hadden namelijk informatie ingewonnen via die Hans dat er op een bepaalde dag de bonnen voor de hele omgeving daar op het gemeentehuis kwamen. Hij zei, nou, die nacht moeten wij zien dat ze daar komen en zo. En ik zie me nog in Baren op een groot grasveld liggen daar. Dat waren al in de, niet het centrum van de stad, maar nog wel in de stad al. En we dachten, nou, we wachten tot er minder mensen komen. Maar dat viel verschrikkelijk tegen. Veel politie. Iedere keer dan, en dan komt er een Duitse soldaat voorbij en zo. We hadden wel zo lang gelezen dat uiteindelijk
hebben we maar besloten van, we zien er maar vanaf, want we komen nooit veilig op de plaats waar het gemeentehuis is. De politieagent had contact gekregen met een kapelaan in Bilthoven, die wist dat ik daar zat. Hij is er nooit geweest, maar hij wist dat ik er zat. En die kapelaan die heeft bericht gekregen van de veiligheidspolitie uit Utrecht. Van een, wat toen genoemd werd, een goede Nederlander. Hij was een Nederlander die werkte voor de veiligheidspolitie, maar hij was bij de ondergrondse. En hij werkte daar juist om inlichting te krijgen. Hij heeft opgebeld en zegt, ik hoor dat er hier morgen in Lage Vuurste een grote overval gedaan wordt op onderduikers en zo. Ik weet dat u weet van mensen die er zijn, graag gewaarschuwen. Dus wij kregen dat bericht en we hadden van tevoren al, omdat we zeiden, hoe ver is het nog verder, vluchtkoffertjes gemaakt en zo. En verder, we waren met z'n zevende. Ieder gaat zijn boeken en schriften en artikelen nakijken. Waar staat zijn naam? En ieder moet, alle namen moeten weg. Want als we een overval krijgen en ze krijgen namen, dan kan je vluchten waar je wil, maar dan komen ze in ieder geval via de familie of zo. Wij zeiden nou, s'nachts durven ze toch niet te komen, de Duitsers. Die zijn te groot, zullen komen. We gaan tegen het licht, zullen we twee wachten uitzetten. We stonden 10 minuten, een kwartier. Toen zeiden we, hey, we horen heel zware motoren aankomen. Dus iets heel bijzonders gebeurde daar nooit. En aan twee kanten van het klooster, links en rechts, zo. Er zou die dag ook een begrafenis zijn, maar zeiden, joh, die zullen nou nog zeker nou niet komen, dat begint pas om 11:00. En dan was het pas, het is 10:30 of zoiets, 7:45 was het. En Eddie, de Joodse jongen, die zegt, van het jaar of 98, die zegt, ik ga vast even terug naar de hut, om de anderen te waarschuwen dat ze uitkijken, dat het kon wel eens zijn dat het Duitsers er waren. Dat ze op de hoogte zijn. Hij gaat erheen, het was 40, 50 meter lopen. En, ik weet niet precies hoeveel. En, aan de hand hoorde je dus inderdaad, die motoren kwam dichter bij het geluid. En we hoorden ook deuren klappen. Hè, en een soort ook mensen die ver praten. En Eddie komt terug en die zegt, je hebt ze gewaarschuwd. Op dat ogenblik een pistoolschot links. Antwoord, pistoolschot rechts van het sanatorium. Zeg, oh, dat is het teken, er zijn toch Duitsers. En we hoorden dus ook echt, kan ik bevelen geven. Hè? Maar het was al donker, je kon niks zien. En toen zijn we dus hals over kop gespeerd. Het was afgesproken, niet met z'n zeven tegelijk. Dat is veel te gevaarlijk. Ieder zoekt zijn eigen weg. Vanavond komen we daar en daar te samen in de bossen. De leiding van Sint-Elisabeth werd gearresteerd en heeft enige tijd gevangen gezeten aan de Weteringschans in Amsterdam. De bewoners van het duikje wisten gelukkig te ontsnappen uit de klauwen van de veldgendarmerie. Jan Karman is later toch nog gearresteerd en op 19 februari gefusilleerd.